Jezus is zoals zo vaak weer in gesprek met de mensen om hem heen. Mensen vinden het fijn om naar hem te luisteren. Wanneer Jezus iets uitlegt, dan begrijpen de mensen het meteen, ook wanneer die niet geleerd zijn. Daarom komen er zoveel mensen naar hem toe en ze luisteren met veel aandacht. Er zijn ook bijbelgeleerden en wetgeleerden die naar hem luisteren. Een van die geleerden heeft een slimme vraag en is benieuwd wat Jezus hierop zal antwoorden. Wat moet ik doen, Rabbi Jezus, om straks voor eeuwig te mogen leven? Vertel mij eens, wat staat er in de wet geschreven om dicht bij God te leven? De wetgeleerde kent Gods wet goed en zegt zonder na te denken: heb de Heer jouw God lief met heel je hart en heel je ziel, heel je verstand en al je kracht. En heb je naaste net zo lief als jezelf. Precies, je hebt het goede antwoord gegeven. Zo is het, God liefhebben en je naaste net zoals je jezelf liefhebt.
De wetgeleerde wil toch zien of Jezus misschien niet een antwoord weet op zijn volgende vraag. Wie is dan mijn naaste? Wel, ik heb een verhaal dat misschien helpt om te weten wie je naaste is. Er was eens een man die op reis was van Jericho naar Jeruzalem. Het is een eenzame weg, vanaf de rivier in het dal naar boven waar Jeruzalem ligt. Opeens komen er uit de struiken langs de weg een paar rovers die de man overvallen en al zijn spullen afpakken. Ze laten de arme man half dood liggen en gaan er vandoor. Een poos later komt er een priester voorbij, die ook naar Jeruzalem, naar de tempel van God wil. Hij ziet de gewonde man liggen en weet wat er gebeurd is. Deze man is overvallen. De priester denkt het is hier gevaarlijk en loopt vlug verder alsof hij niets gezien heeft. Even later komt er weer iemand omhoog klimmen om naar Jeruzalem te gaan. Het is ook een man van God. Hij is een leviet. Zijn werk is om alles bij de tempel van God goed schoon te houden. Maar ook hij doet net alsof hij de gewonde man niet ziet en loopt er met een wijde boog omheen. Weer een poos later komt een derde eenzaam reiziger op een ezel aan. Een buitenlander uit Samaria. Een Samaritaan dus. Iemand waarmee de Joden eigenlijk geen vriend willen zijn. Maar als de Samaritaanse man de gewonde man ziet liggen, voelt hij heel veel medelijden met hem. Hij komt van zijn ezel af en ziet zijn wonden. Hij maakt de wonden schoon met de olie en wijn die hij bij zich heeft. De man gaat naast de ezel lopen en na een lange tocht komen ze bij een herberg, waar hij de gewonde man naar binnen brengt. Hij betaalt de herbergier voor een kamer en geeft extra geld, zodat de gewonde man verzorgd kan worden. Als er meer geld nodig is voor de verzorging, dan vergoed ik dat morgen, wanneer ik langs deze weg terugkom, zegt de Samaritaan. Wie denkt u? Wie denkt u is de naaste van deze gewonde man die overvallen is? De priester, de leviet of de Samaritaan? De wetgeleerde wil niet zeggen dat is de Samaritaan, want Joden houden immers niet van Samaritanen. Hij denkt even na wat hij hierop zal antwoorden. Ik denk dat de man die zijn medelijden heeft laten zien aan de gewonde man de naaste is die anderen lief heeft. Ja, dat is het. Dus gaat u nu maar en doe hetzelfde wanneer iemand uw hulp nodig heeft. In deze video ga ik je laten zien hoe je van een vierkant papiertje een hartje kunt vouwen, een origami hartje.
Valentijnsdag is een aantocht, dus superleuk om dit voor iemand te maken. Maar ook los van Valentijnsdag is dit altijd leuk om te doen en om iemand te geven. Ik heb op ons andere kanaal, Toytastisch, heb ik een video staan voor het maken van dit hartjesdoosje. Daar kun je een klein briefje in doen of een klein berichtje inschrijven. En op dat kanaal staat ook een video voor het maken van een boekenlegger in de vorm van een hartje. In ieder geval voor dit doosje zal ik onder de i rechtsboven een link plaatsen. Als je daarop tikt of daarop klikt, dan vind je een link naar die video. Op dat kanaal heb ik de laatste tijd helemaal geen video's meer geplaatst. En eenvoudigweg omdat ik echt geen tijd meer voor heb. Ook op dit kanaal weinig video's de laatste tijd, helaas. Excuses daarvoor. En dat komt omdat de maand december voor mij sowieso altijd al heel druk is. Met 3 dochters en dan kerst en Sinterklaas. En los daarvan zijn we verhuisd. We zijn niet verhuisd naar het buitenland, dat scheelt weer. We zijn in dezelfde plaats blijven wonen. Alleen ja, het is toch wel heel druk hoor. Zo'n heel huis leeghalen, alles in dozen en nu alles weer uitpakken en weer een nieuwe plek geven. Daarbij ben ik weer aan het werk. Sommigen van jullie weten dat ik stewardess ben. Dat betekent dat ik soms een weekje in het buitenland zit. En dat alles bij elkaar heeft er wel voor gezorgd dat ik enigszins oververmoeid ben geraakt. Maar ik ben weer terug en ik vond dit een hele geschikte video als eerste video in januari in het nieuwe jaar. Want ik wens jullie heel veel liefde toe voor 2017 en gezondheid natuurlijk. En dan volgt geluk daar hopelijk achteraan. Nou, zoals ik net al zei is Valentijnsdag ook in aantocht. Dus vandaar dat het me heel erg leuk lijkt om jullie uit te leggen hoe je dit schattige hartje maakt. Ik heb dit niet zelf verzonnen, er zijn meer video's op YouTube voor het vouwen van dit hartje. Maar misschien heb je het eerder geprobeerd, is het je toen niet gelukt en lukt het met behulp van deze video hopelijk wel. Je hebt een vierkant papiertje nodig. Ik heb dit gekocht in een boekhandel, het was een origami pakket. Met dus allemaal van die vierkante blaadjes erin in verschillende kleurtjes. Het is dan rood, achterkant is wit. Je hebt ze ook met een printje aan de bovenkant. Het is wat dunner papier, dus je kunt het gemakkelijker vouwen. Maar je kunt natuurlijk ook ander papier gebruiken, bijvoorbeeld printpapier of een krant of een tijdschriftpapiertje wat je op maat hebt geknipt. Nou, als je een printpapiertje gebruikt of je hebt een ander rechthoekig blaadje, dan kun je daar heel gemakkelijk een vierkant van vouwen. Even mijn licht bij stellen, want nu is het een beetje fel dat wit. Ik hoop dat dit iets rustiger is voor je ogen. Ik heb hier alvast de vouw gemaakt, dan is het wat gemakkelijker voor mij. Maar je hebt dan zo het rechthoekige blaadje voor je liggen. Je vouwt 1 hoek om. Je zorgt dat dit mooi recht is, dus dat dit precies op elkaar gevouwen is. En dan knip je dit stukje ervan af. Ik heb nu geen schaar bij de hand, ik zal hem nu alleen even zo wegvouwen voor het idee. Maar als je dat randje dus hebt weggeknipt en je vouwt vervolgens dat 3-hoekje open, dan hou je een vierkantje over. We gaan nu verder met het vouwen van het hartje. Als je een papiertje gebruikt met een kleurtje of een printje aan één kant, dan zorg je ervoor dat je de goede zijde onderop hebt liggen. Zo. En dan gaan we eerst een kruis vouwen. Dat betekent dat je eerst de ene kant vouwt. En hoe netter je vouwt, hoe mooier het eindresultaat. Ik heb de camera ertussen, dus voor mij is het nu wel iets lastiger. Nou, dit is vouw nummer 1. Dan vouw je hem weer open. En dan vouw je nu de andere kant. En dat wordt dan vouw nummer 2. Hoekjes op elkaar. En een mooie scherpe vouw maken. Je ziet dat je nu een kruis hebt gemaakt met 2 vouwen. Je zorgt dat je de goede kant weer naar beneden hebt liggen. En dan vouw je de onderkant naar de middelste vouw toe. Ik ga het je gewoon even laten zien. Zo dus. En je kunt dit lijntje, deze vouw hier in het midden, kun je gebruiken om ervoor te zorgen dat die doorloopt in deze vouw. Maar is niet echt nodig hoor, als je gewoon ervoor zorgt dat je dit netjes vouwt. Dus dat deze 2 papiertjes op elkaar liggen, dan moet het goed gaan. Vouw hem niet meteen heel strak, want dan kun je nog een klein beetje corrigeren. Pas als je zeker weet dat hij goed is, dan kun je hem heel strak vouwen. Draai nu je papiertje om. Dan heb je de goede zijde naar de bovenkant. En dan gaan we deze hoek
gaan we die kant opvouwen en deze hoek gaan we ook die kant opvouwen. Ik ga het je gewoon weer laten zien, dat is toch het makkelijkst. Hier heb je die middellijn lopen en je zorgt dat je deze zijde tegen de middellijn aanvouwt. Zo dus. En weer niet meteen een hele scherpe vouw maken, eerst een klein beetje. Dan kun je later nog corrigeren. Ik ga nu de andere kant doen. Dus die gaat hier tegenaan. Nou, dan zie ik dat hier bovenin dat dit niet helemaal zo recht loopt. Dus nu kan ik nog een beetje schuiven door deze iets meer naar het midden toe te brengen. En te kijken of deze punten goed aansluiten op elkaar. Nou, ik ben nu wel tevreden. Dus nu vouw ik hem, ja, hoe zeg je dat? Druk ik hem wat steviger aan. Maak een scherpe vouw. Dit is wat je nu moet hebben. En je draait je papiertje nu weer om. Ik heb het licht al wat bijgesteld. Want je kijkt nu tegen de witte kant aan. En misschien heb jij wel geen witte kant. Hè? Het kan natuurlijk ook dat jij een papiertje hebt die geen voor- en achterkant heeft. Dan is het alleen maar makkelijker. Maar in ieder geval heb ik nu deze zijde naar me toe. Met hier zo'n klein vakje. Dat gaan we straks ook gebruiken als een soort vakje, een envelopje. En wat je nu gaat doen, je zit hier weer die middellijn. Die vouw in het midden. En je gaat dit stukje ga je naar de middenlijn brengen. Ik ga hem nog niet scherp vouwen. Ik ga hem eerst naar de middenlijn brengen. En dat doe je ook met de andere kant. En zo. Je moet elkaar in het midden raken. En pas als je tevreden bent, dan ga je dit scherp vouwen. En ik verontschuldig me maar weer een keertje. Ik zit er niet heel goed voor met die camera ertussen. Dus hij gaat niet zo perfect als ik zou willen. Maar het gaat erom dat ik jou nu kan uitleggen hoe je dit hartje maakt. Zo ziet het er nu uit. We gaan nu verder met het vouwen van de bovenkant. Je ziet bij mij al die vouw erin zitten omdat ik dat net al heb gedaan. Maar er ging wat mis met filmen, dus ik moet het opnieuw doen. Maar het komt erop neer dat je deze punt hier naartoe brengt en deze punt daar naartoe brengt. Ik ga eerst de rechterkant vouwen. Je zorgt dus dat deze lijn hier tegenaan wordt gevouwen. En deze lijn zit dan op die middenlijn, op die middelste vouw. Die middenvouw. Zo dus. En datzelfde doe je aan de andere kant. Dus deze punt gaat hier naartoe. En als je tevreden bent met de punt die je nu hebt gecreëerd, maak je je vouw strak. Het is gemakkelijker om op de tafel te vouwen, maar ik doe het even zo, omdat je het dan hopelijk beter kunt zien. Nou, dan heb je hier een hoek, dat is de onderkant. En je hebt hier een hoek. Nu ga je de bovenste hoek, deze punt, ga je naar die punt brengen. We gaan nog niet strak vouwen. Kijk, anders eerst even wat ik ga doen. Ik breng die punt naar beneden. Die leg ik precies op elkaar. Ik hou dit vast. En dan zie je hier een beetje zo van die flapjes. En dan ga je met je duim en wijsvinger ga je dit een beetje plat drukken. Dus je gaat in dat flapje hier. En dan druk je dit een beetje plat. En ook hier aan de andere kant. Zorg even dat dit goed omhoog is. En dan druk je hem hier plat. Dus punten op elkaar. En dit plat drukken. Dit blijft gewoon zo staan. Nu gaan we die flapjes plat maken. En dat doe je door deze vouw, je ziet hier zo'n lijntje lopen, op deze lijn te zetten. Dus dat die middenlijn hier naar rechts doorloopt. En dan vouw je dit plat. Maak hier een scherpe vouw in. Dus hier zie je weer een lijntje lopen. En die vouw ik op die lijn hieronder. Moeilijk uit te leggen, maar ik denk dat als je meekijkt dat je begrijpt wat ik bedoel. Kijk, deze lijn loopt nu zo door. En dan maak je hier een scherpe vouw in. We zijn er bijna. We moeten alleen nog de bovenkant van het hartje maken. En we moeten nog eventjes die punt die we nu hebben gemaakt, deze punt, die gaan we in dit kleine envelopje steken. Dus je moet hem een beetje zo naar boven vouwen, zonder dat je echt een vouw maakt. Even zo naar boven, ja, duwen. En dan duw je die punt
in dat kleine vakje. Zo dan. Deze punt breng je hier naar het midden. En dan maak je hier dus weer een nieuwe hoek. En doordat ik twee kleuren heb, kun je goed zien dat dat dan zo tegen elkaar aankomt, die twee lijntjes. En het kan heel goed zijn dat je niet precies uitkomt hoor. Dat had ik net ook ergens. Dat het niet helemaal mooi aansloot. Hier, kijk. Nou, maakt niet uit. Zie je niks meer van als je hartje helemaal klaar is. En dat doe je dus ook aan de andere kant. Het laatste wat je nu nog moet doen, dit is wat je nu hebt, is dit puntje naar deze lijn brengen. En dit puntje naar die lijn. Ga ik het je weer laten zien. Dus je vouwt dit hoekje, vouw je om tot op deze lijn hier. En dat doe je ook aan de andere kant. Ik zie dat deze niet helemaal mooi loopt, dit papiertje hier, dit hoekje. Maar zoals eerder gezegd, maakt niet uit. Zie je zo meteen niets meer van. Nou, dan draai je papiertje om en heb je een origami hartje. Ik zal je zo meteen nog een keer laten zien hoe ik zo'n hartje vouw, dan wat sneller. Dus zonder dat ik tussendoor stop en zonder dat ik daarbij praat. Voor nu ga ik deze video alvast afsluiten. Ik hoop dat je iets aan deze video gehad hebt. Bedankt je voor het kijken en tot in de volgende video. Dag!